Het zijn spannende tijden voor het openluchtzwembad De Olde Vechte in Ommen. Het zwemseizoen 2015 was een proefperiode om te zien of het bad open kan blijven of niet. Het hangt allemaal samen met de inzet van 70 vrijwilligers en het aantal bezoekers van het zwembad. Durft het bestuur van de zelfstandige organisatie het aan voor het nieuwe seizoen? We hopen dit te weten te komen. Vaste gasten aan het zwemmen. En bij mij een zwemmer van het eerste uur, een vroege vogel, Henk Ats. Henk, in mijn beleving was je hier dagelijks op het zwembad. Nou, dat klopt wel ongeveer, ja. Je mist nooit? Nee, eigenlijk niet. Hoe vaak heb je, denk je, in totaal gebruik gemaakt van het zwembad? 99 keer dit jaar. Vorig jaar 108. Je houdt dat allemaal nauwkeurig bij? Ja. Wat zijn je ervaringen van dit zwemseizoen? Ik heb erg naar de zin gehad. Leuk personeel. Geweldig. Ja, ik ben er. En een bijeenkomstigheid. Het was geregeld mooi weer. Dat is natuurlijk mooi meegenomen. En de sfeer was altijd? De sfeer was goed. Altijd goed. Ja. En als het gaat om de verzelfstandiging van het zwembad. Wat is jouw mening daarover? Ja, ik vind het prima zo dat het zo gegaan is. Ik was bang dat het dicht zou gaan en dat het nog open blijft. Nou, dat zal een geweldige meeval. Wat heb je nu ervaren, Henk, als een duidelijke verandering in vergelijking dus met voorgaande jaren? Het water was over het algemeen, de temperatuur van het water was beter. Was warmer. En dat vind ik een groot voordeel. Ja. Bij mij Eve Hullen, hoofd van de toezichthouders. Eve, hoe heb jij dit zomerseizoen ervaren? Als zeer positief. Als je ziet met een toch vrij beperkte groep, dat je toch zo'n bad draaiende kunt houden. Daarmee kun je zien dat het is een modern bad is. En dit bad moet gewoon doorgaan. Want op zo'n unieke locatie, zoveel mensen het naar de zin maken, daar mag je in mijn ogen niet meer stoppen. Heb jij misschien zo op het oog nog wat verbeterpunten voor het nieuwe seizoen? Ja, één verbeterpunt zou zijn dat de gemeente zich inzet om bij het stroomgebied van de Vecht, bij het strandje, dat gedoogord na te laten. Zodat die mensen 100, 200 meter verderop komen, zodat ze hier in het bad komen. Dat is beter voor iedereen, dus voor de veiligheid van de mensen. En het is beter voor ons een stukje omzet. En als het gaat om de verwachtingen voor het nieuwe seizoen, kun je daar iets over vertellen? Als we kijken wat de plannen zijn in de richting van activiteiten, dan denk ik dat we een hoger bezoekersaantal kunnen scoren. Maar ook de intensiteit kunnen wijzigen. Dus we willen vaker voor elkaar zien te krijgen dat mensen vaker komen. Dus niet alleen gescheiden, maar dat de gezinnen ook komen. Dus je moet dan iets in de activiteitensfeer gaan doen. En daar zijn we ook van overtuigd dat dat moet gebeuren. Dus je moet het bezoekersaantal halen van een bepaald bezoekersaantal halen. En daar moet je gewoon naar streven. Daar moet je plan op uitzetten en dan moet je uitwerken. Kun je al iets vertellen over de bezoekersaantallen van dit zomerseizoen? Nee, ik ben de laatste weken er zelf niet geweest. Maar ik weet niet, maar als ik het zo moet schatten, schat ik rond de 14.000. En dat is ten opzichte van verleden jaar is dat ongeveer gelijk, iets meer. En dat geeft gewoon aan dat het bad bestaansrecht heeft. Bedacht heeft? Nee. Die zit een beetje naast me. Nou, in ieder geval... je zei tegen mij, want... Goh! Is het nou niet eens een keer zaak om de vrijwilligers een keer extra te bedanken?
En dan kan je natuurlijk de weblog kan je iets over schrijven. Dat doe ik natuurlijk graag. Maar misschien is het veel leuker om gewoon eventjes erbij te zijn. En ja, toen zei ze van, goh, jullie gaan koffie drinken voor de afsluiting van het seizoen. Ik zei, nou, dat lijkt me een mooi moment. Dan kom ik graag met de bijlage bij de koffie. Want ja, kijk, natuurlijk hebben we heel veel vrijwilligers in Ommen. Daar zijn we allemaal dankbaar bij. Maar jullie hebben toch iets heel bijzonders gedaan. Want ik denk dat dankzij jullie letterlijk en figuurlijk het zwembad open is geweest. En daar is denk ik de gemeente jullie wel erg dankbaar voor. Want ja, hoe je het ook bent of keert, het was best wel bedreigend. Van, kan het zwembad überhaupt open blijven? En dankzij jullie, jullie hebben in ieder geval laten zien dat met vereende krachten heel veel kan. En nou ja, dat is voor ons reden om toch even bij stil te staan. Nou, ik ga daar verder niet te veel woorden aan vuil maken. Geniet er gewoon even van, zou ik zeggen, want dat hebben jullie wel bedoeld. Dank je wel. Hey, dank je. Joke, mag ik jou wat vragen? Joke Timmerman. Jawel. Wat zijn jouw ervaringen van dit zomerseizoen? Geweldig, geweldig. Het was een hele koude stad. Maar verder, het is, ja, buitenbad is gewoon zo. Je geniet volop, hè? Oh, volop. Je was altijd een van de vroege vogels, hè? Ja, absoluut. Bijna iedere dag. En dat blijf je doen? Zolang we dat kunnen blijven doen, doen we dat. En alleen maar goede ervaringen? Ja, het water is nog is altijd heerlijk. We hebben het bad eigenlijk nog nooit zo mooi, zo schoon en zo keurig gezien. Het gras gemaaid, de kantjes afgeknipt, er werd gesnoeid. Het was allemaal vrijwilligerswerk. Het was gewoon geweldig. Zwemmen is gezond voor jong en oud. En ik mag wel zeggen, hier onze oudste deelnemer vanmorgen. Uw naam is? Tony Lange. Tony Lange. Wat zijn uw ervaringen hier in zwembad Oldevechten? Heerlijk zwemmen. Ja? Altijd, het water is heel goed. Hoe lang doet u dit al? Ik ben de tel kwijt. Jaren. Ja, ja, ja. En nog altijd volop met plezier? Altijd met plezier. Elke morgen? Nou, niet elke morgen. Nee. Drie, vier keer in de week. Ja. En u ervaart het net zoals ik. Na het zwemmen smaakt de koffie des te lekkerder. Heerlijk. En als we er dan ook nog gebak bij krijgen van onze wethouder. Oh, krijgen we dat? Ja, dat krijgen we. Oh, mooi. Ik zou zeggen, geniet ervan. Dankjewel. Oké. Okay. Voor mijzelf, als afsluiting geldt dat ik afscheid neem van Oldevecht. Persoonlijke omstandigheden maken dat ik gewoon een pas op de plaats moet maken en een aantal werkzaamheden zal moeten beperken. Dat maakt tegelijkertijd dat ik hier met een ontzettend dubbel gevoel sta. Ik weet dat het goed is om met een aantal dingen te stoppen, maar als ik hier tussen zo'n groep super gemotiveerde en hele enthousiaste vrijwilligers sta, kost het best moeite om te zeggen dat ik ermee stop. Complimenten aan jullie nogmaals, namens het bestuur nogmaals ontzettend veel dank voor alles wat jullie aan werk gezet hebben. En we zien jullie heel graag volgende zomer allemaal weer terug hier in het zwembad. Dankjewel. Ik ben op zoek naar een nieuwe Ria, dat gaat niet, maar iemand die jou gaat overtreffen. Daar gaan wij ons best voor doen. Ja. Dankjewel. Graag gedaan. Mooi, dankjewel. Dankjewel. Nog meer? Ja. Oh jee. De kaartjes? Nee. Voor ons. Nou, dankjewel jongens. Nee, joh. We hebben er heel veel van. En dan is nu de barbecue geopend. Dan is nu echt de barbecue geopend. We hebben genoeg vrijwilligers bij elkaar weten te krijgen om het bad de hele zomer geopend te houden. Daar zijn we apetrots op. En wanneer het dus gaat over de aantal bezoekers en de abonnementen? Abonnementverkoop lag beduidend hoger dan voorgaande jaren. Bezoekersaantallen ongeveer gelijk ten opzichte van de afgelopen jaren. Maar daar kunnen we dan nu wel de kanttekening bij maken dat het bad in de carousel natuurlijk ook de hele zomer geopend is geweest. Dus wat dat betreft zijn we heel tevreden met de bezoekersaantallen. Ja. En als een donderslag bij helder hemel heb je aangekondigd dat je dus stopt als voorzitter. Hoe heb je dat nou ervaren dit seizoen?
als heel intensief, heel leerzaam ook. En het is altijd heel motiverend om met zulke enthousiaste vrijwilligers samen te werken. Ja. En wat zou je nou de volgende voorzitter mee willen geven? Geduld en heel veel enthousiasme. Dat vooral. Dat zijn de twee belangrijkste kenmerken. Heb jij de juiste inschatting gemaakt ten aanzien van de werkzaamheden als voorzitter? Niet altijd. Ik heb me vooral verkeken op het feit dat er, zeker in de opstartfase, we te maken hadden met heel veel wet en regelgeving. Dat is iets waar ik gewoon nooit bij stil heb gestaan, wat heel logisch is. Maar wat in het begin wel even wennen is om dat allemaal op de juiste manier op papier te krijgen. Gelukkig zijn we daar ook heel veel in ondersteund door de mensen van de carousel. Maar dat was wel een van de dingen waarvan ik dacht, oh ja, daar had ik eigenlijk niet bij stilgestaan dat dat ook een grote rol speelt. Kun je daar een paar punten van noemen? Ik denk alleen maar aan de telkens terugkerende controles van het water. Maar ook dingen als glijbanen die gekeurd moeten worden en ook eventueel afgekeurd kunnen worden en dergelijke. Plus alle regels die er zijn rondom toezichthouders. Hoe was de relatie met de gemeente, met de gemeentepolitiek? Positief, kan niet anders zeggen. We hebben zeer regelmatig met elkaar om de tafel gezeten en dat waren altijd hele positieve en constructieve gesprekken. We konden al onze vragen bij hen kwijt, dus dat is altijd in hele goede harmonie verlopen. Is het werk van het besturen, van al die vrijwilligers, de moeite waard geweest, denk je? Ik denk het wel. Laten we om ons heen kijken. Het bad ligt er nog steeds fantastisch bij. We hebben goede bezoekersaantallen gehad. En we hebben er hele goede hoop op dat we het ook volgend jaar weer open kunnen houden. Ja, dus dat is eigenlijk de voorlopige uitkomst van de evaluatie op dit moment? Op dit moment, uiteindelijk is er natuurlijk een gemeenteraad die je daar definitief over moet besluiten. En er zijn nog wel een paar punten waar we met de gemeente nog even over moeten hebben. Maar als ik het nu zo inschat, denk ik dat we volgend jaar wel degelijk het bad open kunnen houden. Dus het bestuur durft de zelfstandige organisatie aan voor het nieuwe seizoen? Op een paar kleine kanttekeningen na, ja. Okay. Nou Ria, wij wensen je alle goeds toe voor de toekomst en bedankt voor dit gesprek. Dankjewel. Mee aan tafel Anneke Ruitenberg en Hanina Boscher. Jullie zijn, ik denk, terecht in de bloemetjes gezet. Wat was jullie ervaring dit seizoen? Ja, ik vond het erg leuk om te doen. Ja, het was lekker weer. Je zat hier lekker buiten als toezichthouder. En heel veel blije zwemmers ook, die heel dankbaar waren dat ze nog konden zwemmen. Dus ja, ik ben toch wel blij dat je dat hebt kunnen doen voor die mensen die je graag wouden zwemmen. Dat je die hebt kunnen laten zwemmen, dat je daar je steentje in hebt kunnen bijdragen. Dat vond ik wel heel leuk. Anneke, bekijk jij het ook zo positief? Ja, zeker. We hebben het heel erg leuk gehad. En ook met de vrijwilligers. Heel veel vrijwilligers voor de kassa en de kiosk. Dat is een beetje mijn dingetje geweest. Was heel leuk. En heel enthousiast is iedereen eigenlijk geweest. En wanneer het gaat over het nieuwe zwemseizoen, Hanina, wat zijn jouw verwachtingen? Ik weet het niet. Ik weet niet. Dat ligt heel erg aan de gemeente en ook wel een beetje aan de bewoners van Ommen. Want wat net wel gezegd werd, het is wel zo. Het is een klein clubje vrijwilligers in verhouding die hier veel staan. En nu red je dat nog, maar het zou mooi zijn dat dat gewoon wat groter is. Dus er wat meer mensen vrijwillig worden. Dan kun je het met z'n allen wat meer gaan dragen. Want dat is inderdaad denk ik wel een puntje. Denk. Anneke, ik zie jou knikken. Dat is een duidelijke oproep. Ja, nou, dat is ook inderdaad zo. En met name mensen zijn denk ik bang dat ze heel veel moeten doen. En dat valt op zich reuze mee. Wij maken een rooster. En mensen kunnen zichzelf opgeven. Zelf zeggen van nou, we komen maar 2 uurtjes in de week. Of 6 uurtjes. Of alleen maar in het hoogseizoen. Dus alles is mogelijk. En dat is denk ik niet helemaal duidelijk naar de inwoners van Ommen. Wethouder Schelen, fijn dat u hier aanwezig bent. Wij genieten nog na van het heerlijke gebak wat u meegenomen hebt. Hoe is uw ervaring over het afgelopen zomerseizoen wat betreft het zwembad? Ja, die is zonder meer positief. We hadden natuurlijk best zorgen van, is het mogelijk om het zwembad overeind te houden, open te houden met inzet van vrijwilligers. De gemeente heeft moeten besluiten om minder geld naar het zwembad te moeten geven. En we hebben wel gezegd van ja, goh, de grote kosten, hè, dus de kapitaalslast, het onderhoud, dat willen wij wel voor ons rekening blijven nemen. Maar ja, de personele inzet, hè, de badmeesters en dergelijke, ja, dat wordt toch een zware kostenpost. Is het mogelijk om het met vrijwilligers te doen? Nou, er zijn een aantal enthousiastelingen geweest die zeggen, dat willen we wel proberen. Geven ons een jaar om het eens even uit te proberen met goede begeleiding van de gemeente. En we zijn nu op dit punt.
En hoe is uw relatie geweest met het bestuur van het zwembad? Ja, die is intensief en voortreffelijk geweest, moet ik zeggen. Ik moet zeggen, ik ben erg onder de indruk. Niet alleen van hun inzet en inzet van al deze vrijwilligers. Dus niet voor niks dat we met gebak komen. Maar ook van hun deskundigheid. Ik stond ervan te kijken wat voor goede vragen ze ook hadden. Van ja, maar u heeft het zo geregeld en kan het nou niet anders? Of financieel, ja, betekent het nou dat er een extra bedrag bij moet? Bijvoorbeeld om tekort aan inkomsten af te dekken. Ik was daar zeer van onder de indruk. En ik denk dat dat ook een van de redenen is geweest voor het succes. Er waren doeners en er waren denkers die mee hielpen. En met elkaar hebben ze een prima resultaat neergezet. Allemaal dus heel positief. De allerbelangrijkste vraag natuurlijk, wat is de toekomst van dit zwembad? Ja, ik snap dat u dat vraagt. Ja, dat is in feite in handen natuurlijk van de gemeenteraad. De gemeenteraad heeft gezegd van nou, laten we het eens een jaar proberen. En dan kijken we of het mogelijk is. Zijn er genoeg vrijwilligers die het doen? En levert het inderdaad ook voldoende besparing op? Nou, de eerste tekenen zijn positief. Er zijn wel een aantal hobbels nog te nemen. Wat je ziet is dat de vrijwilligers wel geschoold willen worden. Hè, want je moet, en dat is natuurlijk ook terecht, wel een badmeestercertificaat hebben. Tenminste, een aantal toezichthouders moeten dat hebben. En daar gaan we natuurlijk ook in willen voorzien. En wat men ook nog wel de aandacht voor vraagt is het parkeren rondom zeg maar het zwembad. Nou, daar gaan we ook eens even heel goed naar kijken. Maar in algemene zin ben ik heel positief en ik denk dat de toekomst is. U ziet het heel hoopvol tegemoet. Ik zie het hoopvol tegemoet. Fijn, met dit bericht gaan we eindigen. Goed. Dank u wel. Graag gedaan. Al met al een hele ervaring voor het bestuur, de vrijwilligers en voor de gasten. Wat gaat de politiek nu doen? Zien ze de noodzaak van het voortbestaan van het zwembad in of niet? We hopen dat er spoedig een besluit zal komen of het bad open mag blijven. Per slotverrekening, bewegen is goed voor jong en oud. Wordt het pompen of verzuipen? Ha ha ha!